Ja, mooi. Ik sta hier bij twee mensen en die hebben een sportstimuleringsprijs gewonnen. Hoe is dat voor jullie en waarom hebben jullie die gewonnen? Ja, hoe het is. Ik vind het geweldig dat Sisu die prijs kan krijgen. Want zij hebben er toch, ze zijn gewoon erin meegegaan om het kansen geven voor mensen die blind zijn en slechtziend zijn om te kunnen hardlopen. En eigenlijk was het heel makkelijk om het bij Sisu binnen te brengen. Want ze waren meteen enthousiast en Daan als voorzitter heeft er heel veel werk voor gemaakt. En het was eigenlijk heel makkelijk, heel snel geregeld. Dus en hij is jouw buddy? Ja, ik heb hem gevraagd of hij dat zou willen. En hij is ook de trainer van onze Running Blind. Of hij was de trainer. Maar hij heeft het geweldig gedaan. Hij heeft me gewoon ontzettend goed gecoacht. En ik voelde me gewoon heel veilig. En daar gaat het uiteindelijk om. Ja, want heb jij ook aan wedstrijden mee? En ik hoorde Zeven Heuvelen loop. Ja, dat was de eerste wedstrijd die ik met hem liep. En ik ben zeker van plan om meer wedstrijden met hem te lopen. Hartstikke mooi. En hoe is het voor jou om als buddy mee te gaan? Ja, het is een grandioze ervaring. Het is toch, normaal loop je echt voor jezelf, voor een tijd of voor een positie. En nu ben je eigenlijk zo bezig om iemand anders een mooie dag te bezorgen. Dat je eigenlijk daarna zelf twee keer zo'n mooie dag hebt. Ja, het is gewoon echt super mooi om te doen. Dankjewel. En heel veel plezier nog van die prijs. Dankjewel. We gaan ervan genieten. Dankjewel.